Een van de bekendste fenomenen uit de kwantumfysica is het zogenaamde onzekerheidsprincipe van Heisenberg. En de formule staat hier al gegeven. En wat houdt het onzekerheidsprincipe van Heisenberg in? Dat houdt het volgende in: dat er twee grootheden zijn, plaats en impuls, die aan elkaar gekoppeld zijn. Waarvan de onzekerheid aan elkaar gekoppeld is. Weet je bijvoorbeeld van een kwantumdeeltje heel precies de plaats, dan is de onzekerheid in de plaats dus klein. En met de onzekerheid wordt hier delta x bedoeld, dan heeft dat direct invloed op de onzekerheid waarin je het impuls kan meten. Die moet dan relatief groot zijn. Zou je het impuls veel preciezer gaan meten door een of andere meting, dan heeft dat ook direct invloed op de onzekerheid waarin je de plaats kunt meten, want die zal dan juist toenemen. Deze twee grootheden zijn dus via dat onzekerheidsproces. Uh, ...principe van Heisenberg aan elkaar gekoppeld. En we gaan dadelijk aan het einde van dit filmpje kijken... Uh, ...welke twee andere grootheden er ook aan elkaar gekoppeld zijn. Maar eerst uh, eventjes een voorbeeldje hiervan. Uh, wat kun je bijvoorbeeld uh, uitleggen... ...aan de hand van het onzekerheidsprincipe van Heisenberg? Nou, dat is bijvoorbeeld het gedrag van licht... ...wanneer dat valt op een klein gaatje in de muur. En wat geldt voor licht geldt trouwens ook voor andere kwantumdeeltjes. Wanneer een foton... Richting een klein gaatje in de muur uh, beweegt, dan gebeurt er namelijk iets vreemds. En dat, wat er gebeurt, kun je verklaren met dit onzekerheidsprincipe. Eerst even uh, deze situatie: er komt de foton aan. Ik heb hem hier even geschetst. Ik heb een bepaalde onzekerheid waarin ik de plaats weet van het foton. Uh, maar daarentegen weet ik wel vrij nauwkeurig uh, de onzekerheid in het impuls van het foton. Ik weet dat het foton. Uh, horizontaal beweegt richting dat gat. Dus mijn onzekerheid in de impuls en dus ook in de snelheid in de y-richting, die is heel klein. Want ik weet dat hij in de x-richting beweegt. Wanneer het foton zich nu uh, door het gat in de muur uh, heen wurmt, heb je eventjes een moment dat je heel precies weet waar dat foton zich bevindt. Namelijk in dat gat in de muur. En dat heeft dus ook direct consequenties voor de onzekerheid waarin je de, de impuls kunt bepalen. En ik kijk eventjes nu ook weer naar de impuls in de eirichting. Die was heel klein, omdat het foton in een horizontale rechte lijn bewoog. Maar op het moment dat het foton zich bevindt in dat gat, eh, wordt de onzekerheid in de impuls in de eirichting ineens een stuk groter. Wat inhoudt dat het foton uh, ook een snelheid kan krijgen in de i-richting. Waardoor het foton op het moment dat die, uh, het gat uitkomt aan de andere kant van de muur, uh, niet meer per se rechtdoor hoeft te gaan, maar in een waaier van verschillende mogelijkheden kan uh, gaan. En dat noemen we dus dan buiging. We zeggen het licht is gebogen. En wat je dan uh, eigenlijk ziet, is een hele mooie praktische toepassing van dat onzekerheidsprincipe van Heisenberg. We gaan eens kijken welke andere twee grootheden er gekoppeld zijn via dat onzekerheidsprincipe. Maar om dat te kunnen doen, moeten we eerst even uh, een formule af gaan leiden. En dat doen we voor de situatie dat we te maken hebben met een foton. Dus we gaan nu dat tweede verband afleiden aan de hand van een foton. En ik hoop dat je van me aan wil nemen dat het verband dat we hebben afgeleid ook gaat gelden voor andere kwantumdeeltjes. Nou, ik heb een heel bekende formule. Van een foton heb ik hier al uh, opgeschreven. De energie van een foton ha hangt af van de constante van Planck en de frequentie van het foton. Natuurlijk is, uh, licht, uh, vertoont licht golfgedrag en voor golven geldt v is lambda f. En dat kan ik omschrijven, waarbij ik natuurlijk ook eerst eventjes bedenk dat uh, licht altijd met dezelfde snelheid beweegt, namelijk de lichtsnelheid, kleine letter c. Dus ik ga v vervangen door c en ik kan dan uh, de vergelijking. Omschrijven en dan krijg ik f is c gedeeld door lambda. Nou, wat ga ik nu doen. Ik ga het uh, onderste uh, vergelijking substitueren in de bovenste vergelijking en dan krijg ik dit. Energie van een foton kun je uitdrukken in twee constantes en de golflengte van het foton. Die ga ik gebruiken en ik ga ook nog een tweede formule gebruiken, eentje die wel echt hoort bij het hoofdstuk kwantumfysica. en dat is namelijk uh, het verband tussen impuls en de golflengte van het kwantumdeeltje, oftewel de brooiengolflengte. En dat ziet er zo uit. Impuls is h gedeeld door de brooiengolflengte. In BINA staat die precies andersom, maar ik heb deze ook eventjes omgezet. Nu ga ik deze twee vergelijkingen met elkaar combineren, en wel zo dat ik die h gedeeld door lambda in de bovenste vergelijking eruit wip. Dat kan ik doen door die twee vergelijkingen te combineren en dan krijg ik dit. Blijkbaar geldt voor een foton dat het impuls gelijk is aan de energie van het foton gedeeld door de lichtsnelheid. En dat is op zich al een hele aparte conclusie, want blijkbaar heeft ook een foton impuls. Net als dat een knikker met de snelheid impuls heeft, heeft ook een foton impuls. En dat is misschien een beetje onverwachts, omdat natuurlijk een foton geen massa heeft. Maar zelfs een massaloos object kan dus ook een impuls hebben. Deze vergelijking ga ik gebruiken. P is E gedeeld door C. Dus uh, deze vergelijking geldt dus alleen maar voor fotonen en niet voor bijvoorbeeld uh, elektronen. Maar ik ga ook verder met het kijken puur naar fotonen. Ik ga die formule hier even opschrijven. P is E gedeeld door C. En ik pak mijn onzekerheidsprincipe van Heisenberg erbij. Wat uh, kan ik namelijk doen? Uh, ik kan het volgende zeggen. Als P gelijk is aan E gedeeld door C, dan is de onzekerheid in P ook gelijk aan de onzekerheid in E gedeeld door C. Ik kan nu dus die delta p in het onzekerheidsprincipe vervangen door delta e gedeeld door c. Nu heb ik even een tussenformule, want ik wil ook die delta x nog gaan vervangen. En dat kan, want natuurlijk weet ik een formule, een vergelijking waar die x in zit, en dat is een hele simpele vergelijking, namelijk x is v mal t, maar we zouden kijken naar fotonen, dus x is c mal t. En nu kan ik hetzelfde trucje doen. De onzekerheid in x is nu gelijk aan c maal de onzekerheid in t. En ook delta x kan ik vervangen in het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. En dan krijg ik deze nieuwe vergelijking. En dan zie ik dat ik twee keer c heb, eentje boven en eentje onder de streep. Die kan ik tegen elkaar wegstrepen en ik hou dit over. En wat zegt mij dit? Dit zegt mij dat niet alleen plaats en impuls aan elkaar gekoppeld zijn via dat onzekerheidsprincipe, maar ook tijd en energie. Ja, wat houdt dat nou in? Dat houdt bijvoorbeeld in dat wanneer je kijkt naar hele kleine tijdsperiodes waarbij je dus de tijd, de onzekerheid in de tijd heel klein maakt, dat dat ertoe leidt dat de onzekerheid in energie ineens een stuk groter wordt. En dat houdt in dat wanneer je kijkt naar hele kleine tijdsmomenten, tijdsperiodes, dat je ineens extra energie kunt krijgen dat binnen een fractie van een seconde ook weer verdwenen is. En energie, dat kun je ook zien als deeltjes. Dus je kunt ineens deeltjes krijgen die weer heel snel verdwijnen. Die deeltjes heten virtuele deeltjes. En dat zorgt er ook voor dus dat wanneer je te maken hebt met een vacuüm, al is dat vacuüm perfect vacuum, dat je altijd nog deeltjes in dat vacuum zult krijgen. Dat zijn dus virtuele deeltjes die ook maar een fractie van een seconde bestaan en dan weer verdwijnen.